Roesing hecht veel waarde aan de inzet van technologie in haar behandelingen. Technologie werkt motiverend en het maakt de training intensiever en gevarieerder. Ook bevordert technologie het motorisch leren en biedt het extra behandelmogelijkheden. Roesing heeft sinds enkele jaren de beschikking over het Nova Lab. Dit is een aparte ruimte om nieuwe innovaties en behandelmogelijkheden in te zetten. In het Nova Lab staan nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld op het gebied van robotica, gaming, e-health en web-based oefenprogramma's. Deze nieuwe technologieën kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de intensiteit, kwaliteit en efficiëntie van revalidatiebehandelingen. Het Nova Lab heeft als doel nieuwe innovaties in te zetten in de dagelijkse behandelingen van patiënten en te onderzoeken welke meerwaarde ze mogelijk in de behandeling hebben. Hiernaast is het Nova Lab een expositieruimte waar we onze innovatieve producten aan de buitenwereld willen tonen. De meeste toepassingen worden ontwikkeld en onderzocht door Roesing Research and Development. Ook andere externe bedrijven leveren hun producten aan het Nova Lab. In dit filmpje tonen wij u enkele producten in het Nova Lab van Roesing. De Griffin Rider is een soort Xbox Kinect-spel dat speciaal voor revalidatie is ontwikkeld. De gebruiker bestuurt het spel door het maken van verschillende bewegingen, zoals naar links of naar rechts, of naar voren of naar achteren te bewegen. Het spel kan zowel zittend als staand uitgevoerd worden en is bedoeld om de balans te trainen. Naast balans kunnen patiënten ook oefenen met het maken van uitstappen, bukken, op één been staan en met het uitvoeren van dubbeltaken. De intensiteit kan in stappen worden opgebouwd, zodat het aansluit bij het revalidatieproces. Tegenspelers kunnen het spel nog uitdagender maken. Met de Armio Boom oefenen patiënten met het vergroten van het werkbereik van de arm door het besturen van een spel op een scherm. De patiënt maakt rijk bewegingen met de arm en het ophangsysteem ondersteunt daarbij het gewicht van de arm. Patiënten kunnen al in een vroeg stadium in het revalidatieproces en met een minimale armfunctie actief oefenen en rijk bewegingen trainen. Er zijn verschillende spelvormen en oefeningen beschikbaar. De moeilijkheidsgraad wordt afgestemd op de gebruiker. De Armio Boom maakt het oefenen leuker en gevarieerder, wat patiënten helpt om gemotiveerd te blijven bij het trainen van intensieve, repeterende bewegingen. V-Rep is een virtuele omgeving waarin patiënten verschillende vaardigheden kunnen trainen. In een herkenbare omgeving worden patiënten uitgedaagd om bewegingen te maken die ze misschien moeilijk of zelfs eng vinden. Het spel daagt je uit om te bukken, laag en hoog te reiken en te draaien. Het spel bevat ook aspecten die de gebruiker met opzet proberen af te leiden van de taak. Ook is er een virtuele ontspanningsruimte waar de gebruiker kan ontspannen en stilstaan bij hoe hij of zij zich voelt. Het systeem is gekoppeld aan een online webportaal, waarin de therapeut patiëntaccounts kan aanmaken, persoonlijke trainingssessies kan samenstellen en de voortgang kan monitoren.